je ziet de glimlach van sommige kinderen, ken je de achtergrondverhalen die soms heel erg moeilijk zijn. En die ken je en je ziet zo'n kind zo'n grote glimlach hebben. Ja, dat is onbetaalbaar. Mooi hoor. We hadden het idee om een Pietergym. We zitten hier, zo hebben we een school met een gymzaal. En toen op Facebook een berichtje geplaatst van joh, het zou heel leuk zijn als er ook wat Pieter langs wilde komen. Helaas daar zo ook een hoop negatieve reacties. De stichting Ieder Kind een Sint, die heeft gezegd van joh, voor ieder kind is er een Sint, dus ook voor deze kinderen. Hier zitten de Oekraïense kinderen die gevlucht zijn voor de oorlog. Er zitten om en bij de 100 kinderen. Ze gaan allemaal naar de Nederlandse school. Dat, en ook hier zo zijn we bezig met knutselwerkjes en hebben we het erover over Sinterklaas. Dus daar krijgen ze zeker mee. Ik heb één doel voor ogen. Dat wanneer deze kinderen aan hun kleinkinderen moeten gaan vertellen over de oorlog, net als dat ik van mijn opa en oma heb gehoord over de oorlog, dan hoop ik dat ze ook gewoon iets moois kunnen vertellen. Hoi, wat is mijn laag?